Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Lage wolkenvelden trekken over Nederland. De satelliet ziet ze niet zo goed, in het noorden komen ze wat beter uit de verf op de foto. En die wolkenvelden die zorgen van tijd tot tijd nog voor een druppeltje regen of motregen. Er is ook wel ruimte voor de zon in de ochtend, als eerste in het zuidwesten het westen volgt en die opklaringen breiden zich geleidelijk aan uit vanmiddag. Dan ziet het er op steeds meer plaatsen, dus vriendelijk uit. Met weinig of geen neerslagkansen meer. 21 graden in het noordwesten en maximaal 24 in het zuiden van het land. Vanavond steeds meer opklaringen. De temperatuur blijft vrij lang hoog. De wind is matig tot vrij krachtig, meest uit een westelijke richting. Dan gaan we naar morgen en dan zien we vanaf de Noordzee van tijd tot tijd wat wolkenvelden binnendrijven. De zon heeft het in het noorden dus duidelijk wat moeilijker dan in het zuiden. Hier en daar misschien een lichte bui. Maar neerslag stelt niet veel voor: 19 tot 24 graden opnieuw. Zondag nog zo'n dag, maar de neerslagkans is dan ook echt klein. De zon schijnt van tijd tot tijd, nog altijd met een noordwestelijke wind aanvoer vanaf de Noordzee. Dat verandert op maandag, dan draait de wind naar noordoost tot oost en dan zien we geleidelijk meer zon. En we zien dan ook de temperatuur wat verder oplopen op dinsdag. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl